Hallo allemaal, het is weer oktober en dat betekent dat Halloween eraan komt. Dus we switchen de hele vibe, vanaf nu is het spooky. Deze achtergrond helpt niet. Maar weet je wat ik wel kan veranderen? Mijn nagels. En het is tijd ook, want de vorige keer dat ik ze heb gedaan was een maand geleden of zo. En inmiddels zijn ze heel ver gegroeid. Behalve mijn duim dan, want die is afgebroken. Tijdje terug wel. Hij is een beetje gegroeid, maar niet zoveel als de rest. En één ding wat ik leuk vind om te doen wanneer mijn nagels super lang zijn geworden, is om er een bloederig kleurtje op te doen. Dan lijkt het alsof ik iemand heb neergestoken op mijn nagels. Het klinkt heel gewelddadig. Ik vind het heel cool. En dan zeker in spooky thema met Halloween. Dit is eigenlijk het perfecte moment om mijn bloednagels te doen. En om jullie ook te laten zien hoe ik dat doe. Maar allereerst moet ik gaan beginnen met deze gel lak van mijn nagels af te halen. Dus laten we daarmee beginnen. Even kijken. Vuil. Buff it. Beschadig het. Het moet er vanaf. En zodra ik ze wat geschuurd heb, dip ik ze regelrecht in nagellak remover. Boink. Ik hoop dat het werkt. Deze gel is nieuw. Dat weten jullie ook van de vorige video. Maar ik hoop gewoon dat het een beetje goed vanaf gaat. Want het is echt heel goed blijven zitten. Ik heb een paar hoekjes eraf gepulkt. Maar voor de rest is het er niet afgekomen of zo. Oh, het zijn ook echt 7 lagen of zo dat ik heb gedaan. Dat is er 1 schoon in ieder geval. Kan ik hem meteen buffen? Oh nee, niet schoon. Ah, er zit nog een klein laagje op. Dit ga ik ook verder van de camera afdoen even. Zo. Dat duurde even. Maar, het zit misschien nog een beetje op, maar ik ga het niet meer doen. Ik heb weer eens in mijn vel geknipt. Hier en hier. Bloednagels, hè. Moet sowieso bloed bij. Ik ga mijn nagels veilen. En ik ga ze een beetje in een puntje veilen. Ik zou wel volledig voor een punt willen gaan. Maar ik heb een paar hele korte nagels. En dan kan het net niet bij die nagels. En dan gaat het er weer raar uitzien. Dus ik vel ze iets meer in een punt. Gewoon om ze iets minder vierkant eruit te laten zien. Zo, hier aan de zijkanten. Oh ja, en hoe meer je wegveilt, hoe zwakker je nagels worden natuurlijk. En ik wil dit tot Halloween nog dragen. En dat is dus een maand. Misschien doe ik wel weer iets anders bij Halloween. Dan maak ik ze volledig zwart of zo. I don't know. Elke keer als ik denk, ja, ik ga een nagellak video doen. Dan denk ik dat ik er heel snel mee klaar ben. Maar eigenlijk duurt het al zo lang om te preppen. Alleen al. Deze nagel is een beetje kort. Yeah. Alright. Looking good. Dan is het eindelijk tijd om te gaan lakken. En we beginnen met een base coat. Natuurlijk. Deze nagellook is dus een look die ik al vaker heb gedaan. En dat is dus ook echt omdat ik hem heel cool vind. En onder de lamp. Maar ik was dus ooit op het idee gekomen voor bloednagels. Omdat mijn moeder mijn nagels wel eens moordwapens noemt. Omdat ze zo lang zijn. Dus toen dacht ik, ja, ik kan het serieus laten lijken alsof ik ze als moordwapens heb gebruikt. En sindsdien is het een van mijn favoriete nagellooks. En ik doe het dus ook vooral wanneer mijn nagels echt super lang zijn. Dan zijn het de moordwapens. Het enige nadeel hiervan is wel dat dit de nagellook is. Waarbij ik de meeste keren mijn nagel breek. Maar dat is puur omdat ze zo lang zijn altijd. De nagellak look is dus een overgang van diep donkerrood naar wat lichter rood. Een beetje doorschijnend ook. En die overgang maak ik eigenlijk met een onderlaag met zwart eronder. Dus ik moet eerst een van zwart naar doorzichtige overgang maken. En daarvoor gebruik ik dan een make-up sponsje die ik even moet knippen. Dat, auw, hallo, knippen mijn vinger. Zo, schoon make-up sponsje. Oké, zwarte gellak. Hier was wel iets mee, want volgens mij nam dat sponsje te veel nagellak op. Of eerder omdat hij ergens anders mee moet gebruiken. Dus of met een topcoat of met iets anders. Nou weet je, deze gellak van vorige keer is zo doorschijnend dat ik die wel ga gebruiken. Ik ga mogelijk echt 10 laagjes doen op deze manier. Oké. Ja, het sponsje neemt heel veel op tegelijkertijd. Toch wel. Heel snel even een klein beetje onder de lamp. Komt intussen ook op mijn tafel op deze manier. Leuk. Volgens mij struikel ik ook hier elke keer mee. Volgens mij heb ik uiteindelijk gewoon direct zwart erop gedaan zo. Want hij moet wel lekker donker zijn aan de uiteindjes. Doe ik meteen ook de onderkant. Lekker messy, want waarom niet? Als ik ze nou een beetje omhoog doe met het kwastje. Zo. Dat werkt. Een beetje. Terwijl mijn kwastje nogal droog is. Zo. Ja, dat gaat al een stuk beter dan het sponsje. En dat dan een paar keer opnieuw doen. Ja. Volgende ronde. Even met mijn kwastje afvegen. En dan iets minder ver omhoog vegen. Het ziet er een beetje messy uit. Maar weet je wat? Bloed is messy. En ik ben ongesteld. Wauw. Alles valt op zijn plek. Dit lijkt eigenlijk al op zo'n heksenmanicure. Dit is eigenlijk al best wel cool. Lekker messy. I like it.
Oké, die twee laagjes zijn goed, denk ik. Dan doe ik dat ook eventjes op mijn rechterhand. Oké, dat hebben we nu. Ik ben erachter gekomen dat als je eerst dat kwastje techniek doet en dan het sponsje gebruikt hierop, dat je dan wel een veel betere overgang krijgt. Dus dit is eigenlijk van zichzelf al heel cool. Maar we moeten er nog bloed van maken. Dus we gaan er een rood overheen doen die een beetje doorzichtig is. Nu heb ik geen rode gellak, maar ik heb wel gewoon rode nagellak. En dit is oud. Het is Rimmel London 39 Celebrity Bash. Zoals ik zei, hij is oud. Al mijn nagellak is oud, eigenlijk. De meeste dan. Maar dit is wel echt precies de goede kleur. Alright, let's go. Oeh. Ja! Oh, ik maak er een zootje van. Het is laat. Whatever. Gewoon een dun laagje. Volledig overheen. Oh, dat is toch gaaf. Dat is spooky en scary. Ja. En volgens mij doe ik bij de rood meestal ook een overgang. Zodat het nog een beetje doorzichtiger is hierbovenin. Maar ik vind het zo ook gewoon mooi. Het is ook cool. Oeh, yup. Moordwapens. Love it. Dit zijn echt gewoon slechterik nagels. Zo cool. Dit moet even drogen en dan kan ik er zoveel mogelijk topcoats overheen doen. Zodat ik zeker weet dat het blijft zitten. Ze zijn droog. Het is topcoat tijd. Oh, deze is nieuw. Yeah. Pak alle hoekjes. Pak de onderkant. Lekker glossy. Komt Toetje nou naar binnen? Yep, Toetje is binnen. Toetje, ik kan je niet aaien. Ik heb nagellak op mijn vingers. En het is niet droog. Eerst de topcoat. Ik ga er meerdere op doen. Want ik ga proberen ervoor te zorgen dat mijn nagels niet kunnen breken. Ook al heb ik de vorige keer echt 8 lagen gehad of zo. En toen was er alsnog eentje afgebroken. Maar weet je, ik probeer het alsnog. Ik heb echt trek, maar ik kan niet eten terwijl ik mijn nagels aan het doen ben. Meh. Wai. Oh, geweldig. Fantastisch. Nice. Yeah. En een hele tijd schrobben later heb ik eindelijk mijn vingers schoon gekregen. Oh, maar wat zijn ze cool geworden, zeg. Kijk. Oeh, wat een klauwen. Love it. Heerlijk ook dat gevoel wanneer je naar je nagels kijkt en denkt. Yeah. Ze hebben gewoon die perfecte, vampieren, bloederige, moordlustige vibe. Mijn letterlijke moordwapens. Ja, hier kan je wel iemand mee verwonden. Voor zelfverdediging natuurlijk. Eerlijk, ik vind het oprecht heel fijn om te weten dat ik mezelf kan verdedigen met nagels. Ik ben niet heel sterk, maar ik heb wel hele lange, harde, redelijk scherpe nagels. En ze zijn weer super satisfying qua geluid. Oh yeah. Muziek. En op de tafel. De vorige keer, net nadat ik mijn nagels had gedaan, had ik eigenlijk de volgende dag al mijn nagel gebroken. Laten we dat niet doen bij deze. Ik ga proberen tenminste. Ah, maar ze zijn zo mooi. Perfect voor spooky season. Ze gaan het sowieso niet overleven tot Halloween. Ik ga heel eerlijk zijn. Er gaan er sowieso 2 breken voor die tijd. Tenzij ik ze korter vuil in de tussentijd. Maar dat vind ik ook zonde. In ieder geval, oktober is aangekomen. En dit vind ik de perfecte manier om het te beginnen. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me op mijn live kanaal, Kitta Live. Ik ga elke woensdag en vrijdag live. Dat probeer ik tenminste. De tijd kwam het niet helemaal uit, maar oké. En volg ook eventjes op mijn social media. En check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links daarvoor staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!